Hallo allemaal, vandaag is de dag van de cheetah. Cheetah, wat is een cheetah ook alweer? Goed, laten we maar gewoon tekenen. Teken je weer mee? Ja, vandaag is de dag van de cheetah. De cheetah, ja, volgens mij is dat een jachtluipaard. Ik weet eigenlijk niet of daar ook verschil tussen zit, een jachtluipaard en een cheetah. Maar ja, volgens mij zien die er hetzelfde uit. Maar ja, ze leven hier niet en dus ik heb daar ook nooit zoveel in verdiept. Een cheetah. Nou, laten we hem eens eentje tekenen. En ja, dit is misschien nog niet zo eenvoudig. Laten we beginnen met de neus. En we gaan niet helemaal gedetailleerd. We gaan dat toch vrij simpel houden. Zo, zijn neus. Nou, daaronder zitten. Zo. Zijn lip een beetje zo. Onder die neus. Maar dan heeft hij gelijk naar boven toe een zwarte lijn lopen. Zo. Dat gaat naar zijn ogen toe. Zo. Deze kant hetzelfde. Begin altijd in die kant en dan deze kant. Dan kan je zien wat je aan de andere kant hebt gedaan. En dan kan je het een beetje evenwijdig tekenen. Mag hier iets breder. Zo. En dan gaan we die ogen verder tekenen, zo. En die mogen een extra zwarte rand hebben aan de onderkant. Zo. En ja, ik dacht dat dat een langwerpige iris was, maar nee. Hij heeft gewoon een ronde iris, zo. En dat verwacht je niet. Bij een katachtige. Maar goed. Zo. Ja, ik vind het nog niet helemaal op lijken. Maar goed. Dat komt vanzelf als het goed is. Zo. Hier ook. Goed. Zo. En het zijn gewoon kleine puntjes hè, die ik zet. Ja, hier omheen ook nog wit. Wit doe ik eigenlijk alleen altijd de buitenlijn een beetje. En hier naar boven toe. Hij heeft ronde oren, zo'n cheetah. Dus laten we die... Nou, laten we vast de binnenkant een beetje tekenen. Zo, en dan... Zo. Het lijkt meer een beertje, lijkt het zo wel een beetje. Zo. En boven is die een beetje punk. Hij heeft van die vlekjes... hier ook. Zo. Hier naar beneden toe. Hij heeft hier ook weer een lijn lopen. Deze kant ook. En naar zijn ogen toe. En hier heeft hij voornamelijk zo van die vlekjes. Hij heeft een beetje brede kop gekregen, heb ik het idee. Ja.
snorharen natuurlijk. Ja, ik heb het idee dat hij het een beetje dikke kop heeft, maar ach ja, het is wel een cheetah op deze manier. En die vlekken die moeten duidelijk terugkomen. Hè? Dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Deze iets breder maken. Zo. Iets duidelijker. Nou ja. Het is weer inderdaad echt een oefening. Blijf dit oefenen. En ja, misschien moeten we voor een keer eerst een schets maken in potlood. Die ogen staan nu te dicht bij elkaar. Maar goed, het was een poging. ik zou zeggen, probeer het zelf eens. En ja, misschien is het leuk als je hem zelf hebt getekend. En hij is beter dan deze. Dat zou heel goed kunnen. Maak er een foto van en stuur hem op. Of mail me. Leuk, want dan zet ik hem gewoon ook op mijn YouTube. Misschien moet je zelf even een filmpje maken. En dan plaats ik hem bij mij erbij. Vind ik heel erg leuk als reactie op dit filmpje. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Succes!